Als je maker of uitvinder wil worden, moet je met tools en gereedschappen kunnen omgaan. In deze serie ontdek je een aantal onmisbare tools voor makers die je kunt gebruiken in jouw projecten. Je ontdekt hoe ze werken, hoe je ze veilig kunt gebruiken en wat je er allemaal mee kunt maken. In deze missie de soldeerbout. Hey, leuk dat je meedoet aan deze Skills Dojo missie. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Je kunt ze thuis of op school doen. Ga bijvoorbeeld een app of een website bouwen, robots programmeren of uitvinden met de microbit. Maar in deze missie gaan we aan de slag met de soldeerbout en een lichtgevende LED-fles maken. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig een knoopcelbatterij, een LED-lampje, een batterijhouder, een leeg frisdrankflesje, een paperclip, een aansteker, een tang, een lijmpistool. Heb je nog nooit met een lijmpistool gewerkt? Doe dan eerst de missie maken met een lijmpistool. Of kijk de korte video hoe werkt een lijmpistool. De links vind je ook hieronder. Dan een soldeerbout, soldeer, een natte spons, een houten plaat om op te werken, een veiligheidsbril en handschoenen. De batterijen, ledjes en batterijhouder kun je bestellen via internet. Bijvoorbeeld bij AliExpress of Benz Electronics. De links vind je hieronder. Bestel trouwens altijd een paar reservehouders en LEDs. Als het de eerste keer niet helemaal goed gaat, kun je tenminste direct verder. Als je nog niet alle materialen hebt, kun je ze nu verzamelen. Terwijl je dat doet, kun je deze video het beste even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één keer te klikken of twee keer te drukken als je een tablet hebt. Probeer het maar en verzamel de materialen. We gaan dus leren solderen. Maar wat is solderen eigenlijk en hoe werkt een soldeerbout precies? Solderen is een techniek om metalen onderdelen door middel van soldeer met elkaar te verbinden. De soldeer wordt verwarmd met het puntje van de soldeerbout. Hierdoor wordt het vloeibaar. De vloeibare soldeer wordt vervolgens op de met elkaar te verbinden onderdelen aangebracht. De soldeer koelt af en wordt weer hard. De onderdelen zitten nu aan elkaar vast. Solderen wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het in elkaar zetten van elektronica. Maar ook bijvoorbeeld bij het maken van glas- en loodwerk. Niet alle metalen zijn te solderen. Wat wel gaat is bijvoorbeeld ijzer, koper, blik, brons en zilver. Aluminium en vergroomde materialen bijvoorbeeld niet. Hoe werkt nou zo'n soldeerbout? Waarschijnlijk gebruik jij een elektrische soldeerbout. In een elektrische soldeerbout wordt de benodigde warmte opgewekt door een gloeidraad. Deze gloeidraad zit binnen in het meestal cilindervormige warmte-element. Door elektrische stroom door de gloeidraad te laten gaan, wordt deze warm. De opgewekte warmte wordt vanuit het warmte-element naar de punt van de soldeerbout geleid. En door met de hete punt de soldeer aan te tippen, zal deze smelten en kun je beginnen met solderen. Een soldeerbout werkt op elektriciteit. En omdat het uiteinde behoorlijk heet wordt, soms wel 400 graden, is het niet verstandig om hier helemaal alleen mee aan de slag te gaan. Zorg daarom altijd dat er een volwassene aanwezig is die je kan helpen bij deze missie. Lees vooraf altijd de handleiding van je tool. En check voordat je begint of de soldeerbout en het snoer niet beschadigd zijn. Je wil geen elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken. Draag ook altijd handschoenen en een veiligheidsbril om je ogen te beschermen. Zorg dat je werkoppervlak schoon en opgeruimd is en gebruik nooit eten of drinken in de buurt van je tools of je project. Nu je weet hoe een soldeerbout werkt en hoe je hem veilig kunt gebruiken, gaan we aan de slag. We gaan een lichtgevende LED-fles maken. Draai als eerste de dop van de fles. Buig de paperclip open en verhit het uiteinde met een aansteker. Pas op, de paperclip kan heet worden. Smelt met de hete punt van de paperclip twee gaatjes in het midden van de dop, op circa 4 mm van elkaar. Terwijl je dit doet, kun je de video even op pauze zetten. Duw beide pootjes van het ledje nu door de gaatjes. Het ledje hoort aan de binnenkant van de dop. Buig beide pootjes naar buiten.
Plaats de batterij in de houder. Buig dan de twee contactpunten met een tang plat naar buiten. Houd de batterijhouder nu op de dop en zorg dat de pootjes contact maken. En test of je ledje gaat branden. Brandt de led niet, dan heb je waarschijnlijk de contactpunten verkeerd om. Draai je houder dan om. Steek nu de stekker van het lijmpistool in het stopcontact en wacht een paar minuten totdat het warm is. Lijm de houder met behulp van het lijmpistool op de dop en laat het een aantal minuten drogen. Je bent klaar met het lijmpistool, dus trek de stekker maar weer uit het stopcontact. Knip de uiteinden van de ledpootjes af met een tang. Steek nu de stekker van de soldeerbout in het stopcontact. En wacht weer een paar minuten tot hij warm is. Pak de soldeerbout in je ene hand. Je houdt hem vast zoals je ook een pen vasthoudt. En neem een stukje soldeer in je andere hand. Houd de hete punt van de soldeerbout aan één kant tegen het pootje van de led en het contactpunt van de batterijhouder en verwarm ze ongeveer 1 seconde. Tip dan met het puntje voorzichtig wat soldeer onder de soldeerbout en op beide pootjes. Haal de soldeerbout weg. De verbinding is gemaakt. Verbind nu ook aan de andere kant het pootje met het contactpunt. Er zijn verschillende methoden en manieren om te solderen. Wil je er meer weten? Bekijk dan de comic Iedereen kan solderen eens. Hieronder vind je een linkje naar de PDF. Nu jij. Vul de fles met water, draai de dop erop en test hem op een donkere plek. Je soldeerproject is klaar. Jij hebt de medaille verdiend. Ook deze missie is mogelijk gemaakt door Heuts Mobiliteit en Vrije Tijd. Zij geven ons gratis alle tools en materialen die we in deze missies aan jullie laten zien. Super bedankt. Het lijkt me tof als jij jouw fles deelt met ons op Facebook of Instagram. Maak er een foto of een filmpje van. Hieronder vind je de links naar onze sites. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.